Welkom allemaal bij het Nationale Kindervrijheidsontbijt hier in Nijmegen. Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld. Nooit waren we welvarender, gezonder en gelukkiger. En juist voor de jeugd is dat belangrijk. Want wij willen ook nog 74 jaar vrede. Dank jullie wel. 3, 2, 1 en jawel. Ik vind het echt prachtig om te zien. Zoveel jeugd, zoveel jongeren, zoveel toekomst. En ja, Lisa, haar toespraak, ik vind hem gewoon ontroerend en hij raakt me echt in het hart. Want het komt erop eindelijk aan dat we allemaal heel erg goed met elkaar overweg kunnen. Verdraagzaam zijn. Ik denk dat we nu mogen eten. Eet smakelijk. Het gebeurt niet vaak dat je zomaar wordt uitgenodigd voor een vredesontbijt. En dat vind ik heel belangrijk dat het er ook is. Je ziet nu hoe gelukkig van wat iedereen is. En als je oorlog gaat voeren en zo, dat wordt alleen maar erg. Daarom moet het gewoon normaal blijven. Stel, alles is mooi. Wat zou jij dan willen veranderen in de wereld? Dat iedereen gelijk is. Dat iedereen gelijk is. Dat er geen oorlog meer is, oké. En jij? Ja, vind je het wel fijn hier? Of... Ja, dat was natuurlijk heel vervelend waar je vandaan kwam. Heel erg allemaal. Ja. Het is zo mooi om te zien dat de volwassenen, een commissaris van de koning, een burgemeester, hier eigenlijk aan tafel zitten, te gast zijn bij de kinderen, bij de jeugd. En dan kinderen eigenlijk allemaal met een verhaal. Ik woonde in de oorlog, dus ik vind het best wel leuk om in vrede te leven en ook te vieren. Ik vind het heel erg goed, want dan laat je toch even mensen beter nadenken en zo. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere dingen te doen. Dus dit is al een stap om even iets te bereiken. Vroeg me net ook een jongen iets over de oorlog, hè? Maar er is toch nog steeds oorlog. Ik kan wel zeggen, je moet de hele wereld roepen, maar dat gaat niet helpen. Ik vind het wel belangrijk, gewoon dan leer je elkaar ook kennen. Dan kan je verhalen vertellen wat je hebt gedaan of zo. En luistert hij een beetje, die meneer naast je? Ja, best wel. Ik ben best wel trots. Ik vond het leuk, die belangstelling die daar zijn, daar moeten wij op bouwen.